Het was even heel spannend in Parijs. De kleuter hing op de vierde verdieping aan een balkon. Gelukkig was deze man in de buurt die razendsnel als een soort Spider-Man omhoog klom. Zodra hij boven is, trekt hij het kind terug op het balkon. De president van Frankrijk is zo trots dat hij de redder uitnodigde. Alors racontez-moi d'abord comment ça s'est passé et qu'est-ce qui vous est passé. On a eu beaucoup de monde qui vient de m'écrier et la voiture vient de m'éclatonner. Directement, je n'ai pas pensé rien de moi, rien. Je me suis couru de traverser la route pour aller le sauver. J'ai marché le sauver. De man komt uit het Afrikaanse land Mali. Een half jaar geleden is hij naar Frankrijk gevlucht. Hij had nog geen verblijfsvergunning om in Frankrijk te blijven. Maar omdat president Macron hem een echte held vindt, krijgt hij nu een vergunning. Ik m'avait dit beaucoup de choses, voilà. Je parle avec lui, il est gentil, voilà. C'est ça. À demain, dan ben ik hier dan, non? Bon, il m'a donné un cadeau. Want de man kreeg ook nog een oorkonde met medaille. Omdat hij zo moedig was en direct naar boven klom zonder zich zorgen te maken om zijn eigen veiligheid. Ça me fait plaisir, ça fait parce que c'est ma première fois de gagner un trophée comme ça, voilà. Je suis content, voilà. Merci.